Hallo, met Christel. Ik ga even lessen van de zielkaarten trekken. En deze. Eerste groep die ik kan kiezen is dit muisje. Met een vogeltje zit erop ook. Met een mandje met fruit. Tweede is dit varkentje. Met appels. En een ton. En die ligt er lekker bij hier. Dus dat zijn de twee die ik kan kiezen voor deze boodschap van de ziel. Oké, dat is zometeen. Okay, welke boodschap voor het muisje? Voor deze. Verhoog je trillingsfrequentie. Nummer 57. Dus blijf hoog in je energie zitten. Leid je aan vage fysieke aandoeningen, hoofdpijn, buikpijn, denkbeeldige pijn of erger, geen paniek. En leg een fysiek probleem of aandoening niet uit als een teken van mislukking of zwakte. Lichamelijke klachten zijn eenvoudig de manier waarop je lichaam je attent maakt op de noodzaak om oude patronen los te laten. En gevoelens die je niet de ruimte laat, zodat je weer een heldere en goed werkende fysieke vibratie kunt hebben. Verwelkom ze met liefde en bedank je lichaam dat het zo hard werkt om een goede, passende behuizing voor je geest te zijn. Maak iedere keer opnieuw bewust de keuze de nutteloze gevoelens van depressie, spijt of zelfbeschuldiging los te laten, zodat je weer gezond wordt. De bedoeling van je ziel is op dit moment je lichaam door de aandacht op de juiste dingen te richten tot een hogere trillingsfrequentie te brengen, een hogere en meer positieve. De les van je ziel: train je geest zich te richten op de energieën die je maken dat je vrienden wordt met je lijf en dat je daarna luistert met geduld en echte aandacht. Als het ergens last van hebt, dan laat het je weten dat er weer iets is waar je geen nut meer van hebt. En dus los moet laten. Door het loslaten van oude patronen gaat je lichaamsfrequentie automatisch omhoog. En groei je lichamelijk en psychische vitaliteit. Kijk, er meer staat. Nee, dat was het. Dus aan de slag, hè? Aan de slag. Met het verhogen van je trillingfrequentie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. De volgende groep met het varkentje. Kijken wat kaart voor jullie uitkomt. Nou, deze. Lachnijdemonen. Kijk wat hierbij staat. Op welk terrein van je leven voel je ellendig en niet in staat om een uitweg te vinden? Waar heb je jezelf of iemand anders zo streng beoordeeld of veroordeeld dat je niet ziet hoe je dat nog kunt vergeven? Waar verstop je voor? Wat verberg je? Bang dat dit zal worden ontdekt? Waar heb je alle gevoel voor humor verloren? De bedoeling van je ziel op dit moment is dat je kritische ego aan banden legt en weer terugkeert naar de liefde voor je hogere zelf. Word je bewust van elk stukje van je leven waarvan je het gevoel hebt dat je vastzit en herinner jezelf eraan dat het alleen maar zo lijkt. Alle dingen worden in de loop van de tijd opgelost. De les voor je ziel is: maak je vrij van psychische boeien die een gevolg zijn van het veel te veel oordelende ego. Voel de lage energetische vibratie die het resultaat is van dit doemdenken, van deze zwaarmoedigheid en strengheid. Stel jezelf te gerust, zo erg is het niet. Haal het prikkeldraad rondom je hart weg. En ook de boodschap: ga weg, die je uitzendt naar de wereld. Hoe heftig de situatie van dit moment ook lijkt, hoe ellendig je misschien ook voelt, weet dat je hogere zelf je zal leiden.
Als je het daar de kans voor geeft. Probeer de heldere kijk en de helder perspectief van je ziel weer terug te vinden. Door je humor de ruimte te geven. Door je chaos te zegenen. In plaats van te veroordelen. En door de vertrouwen dat alles op zijn poos terecht zal komen. En terwijl je lacht, weet je zeker dat dit zal gebeuren. Dus ja, niet meer doemdenken, hè? Dus haal ik hieruit. Ja, niet te veel luisteren naar je ego. Lachen daarvan. Ja, jullie kunnen me dat, de ego kan wel meer vertellen. Maar ik ga toch voor, hè. Ik ga niet meer doemdenken, ik wil er nu voor gaan. Goed, dit was een korte boodschap van deze kaart. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!